Piastri, waanzinnig talent hè. Vorig jaar uh, by far de beste rookie die we heel, in heel hele lange tijd gezien hebben. Maar het moet wel een keertje gaan komen, ook ten opzichte van Norris. Ja, hij kan, zijn... als hij dit weekend Norris gewoon op kracht verslaat, wat ik misschien niet denk dat gaat gebeuren, dan is dat wel echt een enorm teken aan de wand. Want ja. het is een specialiteit van Norris, het is een ski wat helemaal heel erg ligt. Maar als dan Piastri daar nu net zo goed in blijkt, dan moet Norris zich wel zorgen gaan maken. Ja, maar het, in Australië bijvoorbeeld was Norris toch wel weer een flinke klap sneller. Ja, dus ja, het, het, begint, het moet wel een keer gaan komen. Ja. Hè? Of wij onderschatten Norris misschien met z'n allen, wat natuurlijk ook best wel een goede coureur is. Ja, maar kunnen we hem nog onderschatten? Na alles wat hij heeft gedaan. Nou, het wordt voor no Norris wel een keer tijd dat hij een race gaat winnen natuurlijk. Ja, dat blijft dat, altijd wel een smetje. Net zoals dat Hoekenberg nooit op het podium heeft gestaan. Uh, hoe, hoe vaak heeft Norris nu op het podium gestaan zonder wegzege? 13, 14 keer. Ja, dat was, 13, 14, 14 is niet ook ja, dat was vorige week. Ja. ja. ja uh, Nick Heidveld is hier voorbij gegaan. Ja. 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 Maar het wordt een keertje tijd hè? en uh, natuurlijk heeft hij ook wel pech gehad dat hij, dat hij races kon winnen. Hij heeft ook een keertje in Sochi natuurlijk had hij gewoon moeten winnen terwijl hij... Uh, zelf verkloot. Aan... Ja, ja, toen werd hij naar binnen geroepen en toen had hij uh, eigenwijs doorgereden wat soms ook goed uitpakt, maar dit keer dus niet. Hm. Dus uh, nee, natuurlijk uh, gaat dat vroeg of laat een keer komen, maar het wordt wel een keer tijd.